Het waterland is voor mij heel belangrijk, omdat je, als je uit die stad komt en je komt van die Schellingwaarder brug af en dan rij je onder die ringweg door en dan sta je opeens zonder overgang, sta je midden in een natuurgebied. Echt een even oude natuurgebied, dijken, weilanden, pittoreske oude dorpjes, landweggetjes, natuur, weidevogels. Dat is, het ligt misschien 6 of 7 kilometer van hemelsbreed van de Dam af. Het is voor mij is het heel belangrijk en ik denk voor iedere Amsterdammer. En ik hou mijn hart in mijn lijf vast dat er ouds gebouwd zou worden. Ik hoop het niet, want het is onvervangbaar hier. Het is letterlijk onvervangbaar. Waar vinden de kinderen, als de kinderen uit de Indische buurt komen en ze gaan op de fiets over de Schellingwaarderbrug heen, dan kunnen ze zo bij een boerderij naar binnen lopen. Dan zien ze veeteelt, ze zien het agrarische bedrijf, ze zien weidevogels, het uitzicht over het Markermeer. Ja, ik ben altijd euforisch hier. Ja. En nog na al die 52 jaar nog steeds. Dus ja, je moet zo zuinig zijn op dit gebied. Het is zo onvervangbaar. Elk stukje waar ze volbouwen, dat kan je nooit meer terug. Dat is weg. Dat is weg. En aan de andere kant, ja, je ziet toch veranderingen in het waterland. Met name met de vogelstand. Want toen ik in de jaren 60 of 70, en dat is misschien nog tot de jaren 10 terug, dan had je hier in het voorjaar wolken, gutto's, kieviten, tureluurs, en dat zie je toch veel minder worden. Maar vroeger, en jij zou wel zeggen vroeger, toen was het waterland veel drassiger, want als ik dan over die dijk fiets, dan kon je zien dat de plassen over dat land lagen. Maar nu hebben ze dat land droog gemaakt, want die boeren moeten erbij komen. Maar ja, wat is wijsheid? Je kan moeilijk tegen die boeren zeggen, je moet je land onder water houden, want het waterland bestaat toch dankzij die boeren. Of je nou vaak met ze eens bent of niet, maar ze houden toch het landschap in stand. Nou, het is nogmaals, het is een heel kwetsbaar, prachtig natuurgebied. Welke wereldstad heeft het nou in zijn achtertuin? Volgens mij weten ze op het stadhuis en op het waterplein niet eens wat zich hier afspeelt en hoe het hier uitziet. Die beleidsmakers en al die ambtenaren. Ik zou zeggen tegen die dorre ambtenaren, kom eens naar het waterland toe en kijk eens om je heen en geniet en ontspan. En laat de kantoor eens achter je. Misschien dat je dat ook meeneemt in jullie deelplannen en in jullie toekomstvisie. Ja, nogmaals, het mag toch niet verloren gaan hier. Het mag absoluut niet verloren gaan. Je rijdt, als je naar Ransdorp rijdt, rij je over een weggetje. Dan zie je geen met het gezicht op Ransdorp. Ik was een keer in National Gallery in New York. Er stond een pentekening van Rembrandt. Gezicht op Ransdorp. Exact dezelfde plek waar hij die tekening gemaakt heeft. Daar kun je nog fietsen. Nou, waar vind je dat? 350 jaar geleden. Dus nogmaals, het moet hier blijven. Yeah.